Opa Dulli sluit vakantieactiviteiten af. Het doorgangscentrum Opa Dulli, dat onder het ministerie van Justitie en Politie resorteert, heeft samen met hun partner, het ministerie van Sport en Jeugdzaken, de jaarlijkse vakantieactiviteiten met de jeugdigen in detentie afgesloten. Deze activiteit wordt al 3 jaar in samenwerking met het ministerie van Sport en Jeugdzaken georganiseerd. De start was op dinsdag 10 september en de afsluiting op vrijdag 13 september 2019 in Opa Dulli. Dit jaar waren het 3 projecten, te weten muziek, handenarbeid en sport. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today.